Waarom deelnemen aan normalisatie? Ja. Punt 1, gaining first-hand knowledge. Belangrijk, je zit in een commissie, je praat met mensen en uit alle regionen die bezig zijn met die producten en, of met die dienst. Dus je weet uit de eerste hand wat de technologische ontwikkelingen zijn, wat de trends is. Dus belangrijk om daar aanwezig te zijn voor uzelf, voor uw bedrijf, om die kennis daar op te doen. Aan de andere kant, je zit mee aan de pen te schrijven, aan de norm. Dus het is key voor u dat de dingen in de norm komen die voor u belangrijk zijn, want uw bedrijf heeft geïnvesteerd in uw product en daardoor is het belangrijk deel te nemen aan normalisatie en te zorgen dat de norm die dingen bevat die belangrijk zijn voor uw product en uw bedrijf. Je ontmoet dus inderdaad in werkgroepen en commissies heel wat mensen, dus je bouwt een netwerk op, nationaal, internationaal. Dus deze mensen zijn niet enkel mensen uit die dezelfde activiteit dan jij doet in je bedrijf, maar dat zijn academici, dat zijn mensen van vakbonden, dat zijn consumentenvertegenwoordigers, dat zijn milieu, etc. Dus heel wat andere mensen kom je tegen die ook met hetzelfde onderwerp bezig zijn, misschien met een ander aspect ervan. En dat is ook heel, heel nuttig om daar aanwezig te zijn om die reden. Wie kan expert zijn? Ja, elke persoon. Elke fysieke persoon en elk bedrijf in België met een hoofdkwartier in België kan deelnemen aan de normalisatie in België. Personen die daar werkzaam zijn, kunnen zich inschrijven in Belgische comité's. Natuurlijk moet die persoon en dat bedrijf inschrijven voor iets wat in zijn sector toehoort. Hij moet daar een direct en belang bij hebben, bij hetgeen waarvoor hij zich inschrijft. Dat is evident, ja. De persoon moet in staat zijn om echt een technische contributie te leveren in het werk, echt bij te dragen. Ja. En als hij dus eigenlijk eindigt, zijn expertlidmaatschap eindigt in een Belgische commissie, dan moet hij dat stoppen en kan hij eventueel een andere collega inschrijven. Maar hij kan niet zeggen van oké, ik kom niet meer, nu is het meneer X die mij vervangt. Het gaat niet. We moeten dan meneer X wel echt inschrijven en meneer Y die vertrekt uitschrijven. Hè. Het is wel zo, als je lid bent van een commissie en je bent ziek en het is vakantie en je gaat op vakantie, dan kan je wel eens verwittigen van, zeg, mijn collega komt mij deze keer vervangen daarin voor die werkgroep bij SEN of bij ISO of in de Belgische commissie. Dat is geen probleem. Maar als je echt stopt met lid te zijn van de Belgische commissie, omdat je van bedrijf verandert of het interesseert u niet meer, of iemand anders moet het gaan doen, dan moet echt die verwerking van die persoon wel op een goede manier gebeuren. Ik heb het al gezegd, dus deelnemen is niet gratis. Er moet een budget voorzien worden. Er mogen lidgelden gevraagd worden voor deelname aan commissies. En het maximum is bepaald op €2.400 per jaar. Er zijn een aantal categorieën die vrij mogen deelnemen, dus gratis kunnen deelnemen. Dat zijn de overheden, die personen kunnen gratis deelnemen. En de vertegenwoordigers van de sectorale operatoren, die kunnen ook gratis deelnemen aan commissies van andere sectorale operatoren. Ja. Worden kortingen gegeven aan bepaalde categorieën, zoals de KMO's, de mensen van de academici en de societal actors. Deze mensen krijgen dan korting op hun lidgelden. Ja. En er is ook inderdaad spijtig genoeg geen budget voorzien als er moet gereisd worden voor werkgroepen en dergelijke. Of plenaire vergaderingen van TC's kunnen wij ook niet sponsoren, spijtig genoeg.